Er is zeker op verschillende vlakken een grote link tussen Rick Wouters en het museum, vind ik. Ik ben Han, ik woon hier in de buurt, ik volg het museum op Instagram en ik ben ook vriend van het museum. Wat vind ik nu zo mooi van het nieuwe deel van het museum, nu ik hier voor de eerste keer binnenstap, dat is vooral denk ik de gewaagde speelse opzet van de werken. Dus het is geen strakke, rigide opstelling van per kunstenaar of per thema. Men doet gekke sprongetjes en dat is heel, heel, heel vernieuwend, denk ik. Er zijn verschillende redenen waardoor ik denk dat Rick Wouters goed bij het museum past. Dat is de joie de vivre, die je ook terugvindt in het ganse museum. Het is ook een collectie die zeer toegankelijk is en zal zijn voor het nieuwe publiek, voor het jonge publiek. We staan hier voor twee van mijn favoriete werken van Rick Wouters. En ik vind het fantastisch dat ze hebben samengezet. Rick Wouters zelf dan, met zijn echtgenote Nel. Hij heeft haar, denk ik, op een hele mooie manier geschilderd. Een heel mooi gezichtje met verschillende kleurcontrasten, mooie lippen. En hij zelf dan, ja, een jaar voor zijn dood, met een ooglapje. Ik vind het een heel heftig contrast om die twee naast die schilderijen naast elkaar te zien.